zijn hier vanavond bij de vergadering van Barents Klimaatakkoord, BKA. En vanavond gaan we met een vijftigtal mensen, deelnemers aan het Barents Klimaatakkoord, overleggen wat volgende stappen zijn. 2 november hebben we het akkoord getekend met ruim 70 deelnemers. Er zijn nog een aantal bijgekomen, er zijn nu ongeveer 100 deelnemers. En vandaag hebben we de eerste grote bijeenkomst waar we als partijen, ondernemers, bewoners, gemeenten gaan overleggen welke stappen moeten we doen. Uitgangspunt daarbij is een zogenaamde nulmeting. En die nulmeting heeft een adviesbureau voor ons uitgevoerd, CE Delft. Die gaan dat ook presenteren. En die hebben uitgerekend hoeveel CO2 we moeten terugbrengen om te komen tot klimaatneutraliteit. De meeste CO2-uitstoot afkomstig is van woningen. Dat is hier ook gewoon de grootste vervuiler, maar ook gewoon het grootste aandeel van de bebouwing. Ja. En we hebben gekeken van wat je daar kan doen ook aan besparingen. Maar ook voor de andere sectoren hebben we gekeken van wat kun je nou behalen op het moment dat je sterk in gaat zetten op die besparingen. Dus energiebesparing. En wat blijft er dan eigenlijk nog over? Wat je met hernieuwbare energie moet invullen. En ik kan wel vertellen, die opgave is heel fors. Het is sowieso heel veel werk. Er moet gewoon nog heel veel gedaan worden. En ik denk dat het vooral ook zit in wat we allemaal zelf thuis nog kunnen doen. In energiebesparing vooral. Je kunt niet tegen bewoners zeggen van nou, je moet dit gaan doen aan je woning. Dus ook als gemeente moet je toch echt hebben om die bewoners mee te krijgen. Om ze voor te lichten, om ze te stimuleren om hun eigen woning aan te gaan pakken. Dus het is een moeilijke groep om als gemeente te bereiken. En ik denk dat ze dat hier door middel van dit soort avonden wel goed doen. Ja. Een interessant gegeven al, ik heb er al een kijkje in mogen nemen in de nulmeting, is dat met besparingen op de warmtevraag in woningen het meeste nog bereikt kan gaan worden. En dan is het wel heel fijn dat wij in ieder geval als college vanmorgen een duurzaamheidslening hebben vastgesteld. En die ook in maart in de gemeenteraad voorleggen om daar te doen laten vaststellen, zodat we vlug daarna ook die tot uitvoering kunnen laten brengen om iedereen een handje te helpen om hun eigen woning te kunnen verduurzamen. Als je zegt van nou, we gaan maximaal inzetten op besparen en even alleen dan de elektriciteitsvraag, dan heb je het over ruim 10 windmolens. Op het moment dat je zegt alle energievraag in Baren, dan kom je toch op 50 windmolens die 50... Maar dat is theoretisch en het geeft eigenlijk aan wat de noodzaak is om te besparen. Als je nou wat meer dwingend zou kunnen optreden, zou je dat prettig vinden? Ja, dat zal dan eigenlijk nog weer vanuit hogerhand ook moeten komen. Vanuit Den Haag bijvoorbeeld, die ook wetgeving maakt. Die ons ook weer handvatten geeft om bijvoorbeeld ook richting gasloos te kunnen gaan als voorbeeld. Ja.